bijeenkomst is tot stand gekomen door het hypotheek-event. Dat is het jaarlijkse event wat wij organiseren vanuit de IER. Ik merkte in 2012 dat een van de toponderwerpen eigenlijk was zonder beheer. Er was ook een speciale stroom voor en er waren heel veel mensen die daar naartoe gingen. En ik merkte dat de doelgroep ook heel erg behoefte had, zeker mensen die daarin werken, om echt met elkaar ook verder te praten. Hoe kan je dat zonder beheer nou beter inrichten? Waar moeten we op letten? En in september hebben wij een succesvolle conferentie opgezet rondom zonder beheer. Ja, daar merkten we eigenlijk ook weer dat het delen van kennis en echt het maatschappelijke probleem van zonder beheer, dat dat echt naar voren kwam. En daar is deze terugkomdag eigenlijk door ontstaan. Ik vind dat gezien de ontwikkelingen in hypothekenland, maar ook maatschappelijk, dat elk initiatief wat bijdraagt aan het klantbelang, en zeker in het kader van deze crisis, dat elk initiatief toegejuicht moet worden en dat dat bij moet en kan dragen aan verbetering. En in dit geval denk ik met name de samenwerking binnen de financiële dienstverlening. In de aankomende editie van het hypotheek-event 2013, dat is in februari, wordt ook weer bijzonder beheer, is weer een stroom. Want we hebben gemerkt, ja, het is niet iets wat binnen een jaar opgelost is. Het is nog steeds een hot item binnen de hypotheekwereld. Mijn droom is, vanuit mijn aandachtsgebied preventief beheer, is dat preventie niet begint pas bij bijzonder beheer, maar op het moment dat wij een relatie aangaan met de klant, dat we dan eigenlijk al met preventie bezig zijn.